Dag, dames en heren. Goedemorgen. Namens alle medewerkers van Omroep Gelderland mag ik u een gelukkig en gezond 2019 wensen. Ja, en de overgang van 2018 naar dat nieuwe jaar, 2019, is, voor zover we nu weten, relatief rustig verlopen. Tijdens de feestelijkheden van de nieuwjaarsnacht waren er op diverse plaatsen incidenten. Er waren vooral kleine en een paar grote branden in onze provincie. De brandweer had er de handen vol aan. In Apeldoorn ging een meubelopslag in vlammen op. Even verderop in Apeldoorn woedde een brand in een flatgebouw. Bewoners konden door de rook niet door het trappenhuis naar buiten. De brandweer haalde ze met een hoogwerker uit hun woning. 12 mensen moesten tijdelijk hun huis uit. Een van hen moest naar het ziekenhuis. En bij sporthal de Betuwe in Tiel brak gisteravond brand uit. Omdat er ruiten waren ingeslagen, lijkt het om brandstichting te gaan. In Nijmegen moest de brandweer uitrukken voor zeker 3 autobranden. En diep in de nieuwjaarsnacht was er nog een steekpartij op de Klarendanseweg in Arnhem. Een gewonde man kwam daar onder politiebegeleiding uit een woning. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Buurtbewoners reageerden geschrokken. Ja, dat is zeker schrikken. Dan wordt hier alles afgezet en het is toch wel een beetje eng. En op oudjaarsavond was er een ernstig ongeval op de A2 bij Waardenburg. 2 agenten raakten daarbij gewond, nadat een automobiliste hun politieauto ramde. De vrouw reed mogelijk onder invloed en is aangehouden. In het traditioneel onrustige Brakel en Waardenburg was de mobiele eenheid op de been. Daar werden 2 mensen aangehouden. Ja, brandjes dus en kleinere incidenten. Maar het was overwegend feestelijk gisteravond en vannacht. En dat betekent onder meer vuurwerk. Ook dit jaar weer heel veel vuurwerk. Ja, en naast het vuurwerk waren er ook dit jaar weer de traditionele vreugdevuren. En die zorgen zo rond oud en nieuw en veel plaatsen voor de nodige problemen. Maar niet meer in Uddel, want sinds 6 jaar wordt daar de bouw van een gezamenlijk vreugdevuur door de gemeente Apeldoorn gedoogd. Het resultaat van het gedoogvuur is dat er niet langer sprake is van een dreigende sfeer in het dorp op oudjaarsavond. En dit jaar was het gedoogvuur zelfs groter en hoger dan ooit. Het kostte even voor 12 uur vannacht wel enige moeite om het vreugdevuur aan te krijgen. Niet verwonderlijk misschien, de stapel hout in Uddel is 9 meter hoog, 8 meter breed en 10,5 meter diep. De jeugd die er dagen aan gebouwd heeft, is er maar wat trots op. Ja, we hebben 1 grote pellethandel uit Barneveld. Daar heeft iemand uit Uddel met een vrachtwagen een paar keer in de weer gereden. Ik denk wel een stuk of 14 keer. En we hopen volgend jaar nog een stuk groter. Hopelijk richting Scheveningen, die grote. We kunnen wel stellen dat het gedoogvuur inmiddels een echte traditie is geworden in Uddel. Veel dorpelingen komen even kijken. Het is een heerlijk vuurtje. Prachtig. Ja. Het is bloedheet hier. Het wordt mooi droog in de baard. Het is niet zonder reden dat de gemeente Apeldoorn dit vuur gedoogt. Voor het gedoogvuur ging het helemaal fout in het dorp. De ME moest er zelfs aan te pas komen. We hebben dit in 5, 6 jaar met elkaar opgebouwd.
daarvoor, zeg maar, 6 jaar geleden, altijd gedoe, foute dingen, allemaal in de fik. En als ik zie hoe de jeugd nu dit oppakt, zo'n stapel bouwt. En dan ook op een goede manier, zeg maar, gezellig met elkaar een biertje drinkt. En dan proost op het nieuwe jaar. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, ik weet het niet of het helpt, maar zolang de overheid zich er gewoon niet mee bemoeit en gewoon de boeren laat gaan hier, dan gaat het wel prima. Je moet niet gaan denken dat we zullen die boertjes wel even aanpakken hier, zoals dat wel eens gebeurd is, maar dat gaan we niet meer doen. Ja, en in Ede was vannacht een bijzondere vuurwerkshow. Een show die voor meer saamhorigheid moet zorgen. Vorig jaar was het al een bijzonder succes op de locatie van de voormalige Enka-fabriek. En nu bezochten ongeveer 800 belangstellenden dit spektakel. Volgens de gemeente hebben dit soort shows bij woonwijken zelfs de toekomst. 4, 3, 2, 1. Een half uur lang mogen inwoners van Ede genieten van een bijzondere show. Ik heb voor het eerst in mijn leven geen zelf vuurwerk afsteken, maar dit is mooier. Ik vind het leuk om naar te kijken. Echt leuk, dus ik hoop dat ze het idee hebben. 3, 2, 1. Happy New Year! Nou ja, het is gewoon leuk om in deze wijk die nog volop in ontwikkeling is, om te kijken of wij gewoon het buurtgevoel kunnen creëren wat we met z'n allen zo graag willen bereiken. En dat doen we mede door gewoon evenementen te organiseren. Volgens de gemeente zorgen dergelijke shows voor verbroedering. Het is ook saamhorigheid en men komt met z'n allen hier. Het is niet alleen een paar vuurpijlen afsteken, maar het is al de hele avond. Je begint met de lampionoptocht voor de kinderen. Er kan wat gegeten, er kan wat gedronken worden. Ja, het is eigenlijk een beetje een feestje wat je maakt met z'n allen. Heel laagdrempelig, gratis. En iedereen komt hier naartoe. Je ziet ook dat er in de omliggende wijk veel minder vuurwerk wordt afgestoken. Ja, want je doet het hier. De burgemeester denkt dat deze initiatieven in wijken veel vaker gaan voorkomen. Dit gaat ook wel de toekomst worden. Dat je gebieden hebt waar je wel vuurwerk af mag steken en waar je niet mag. En waar dit soort shows georganiseerd worden. En een mooie locatie ook, hè, hier. Ja, dat is natuurlijk. Die ben je wel kwijt volgend jaar, want er wordt er gebouwd hier. Maar ja, Enka, destijds een enorm bedrijf. En hier die wand, die ook verlicht is. Ja, een schitterende locatie. Maar volgend jaar zullen we wat anders moeten zoeken. Want één ding is zeker, volgend jaar hebben we weer een vuurwerkshow in Ede. Ja, dit was de eerste uitzending van het Gelders Nieuws in 2019. Op onze site en op onze app vindt u meer over de jaarwisseling en over alles wat er vandaag nog gebeurt. En om 5 uur dan zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van het Gelders Nieuws. Ik wens u nog een fijne dag.